Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe weekendvlog. Ik ga vandaag met Stanley wat grondwerk doen. Afgelopen dinsdag is de fysio geweest. Toen moest ik even 2 dagen rustig aandoen. Gisteren heb ik het grondwerk weer opgepakt. En vandaag ga ik het ook weer doen. Op advies van de fysio moet ik dit 4-5 dagen ongeveer doen. En dan kan ik er daarna wel weer op gaan zitten. Dus ik dacht, weet je, ik neem jullie dit weekend gezellig mee met de paarden. Morgen ga ik trailer laden. Dus ga ik even kijken of het lukt om ook te filmen. Het is gewoon weer oefenen met de paarden. Dus veel plezier met kijken van deze weekendvlog. Ik ga lekker met Stanley aan de slag. Ik ga even lekker grondwerk doen, een beetje voltes lopen. De schouder binnenwaarts moest ik meenemen van de fysio en de achterwaarts. Dus ik ga gewoon lekker een beetje rommelen met hem. Hij heeft jeuk. Dus ik neem jullie daar eventjes in mee. Nou, ik dacht, ik doe even een voice-over tijdens de training. Met deze training ben ik eerst volters gaan lopen met Stanley. Vraag ik wat lengtebuiging van hem. Ik ben natuurlijk aan het opbouwen en Stanley moet altijd een beetje opwarmen hierin. Nou, hier zien jullie een stukje van de stretch. Stanley heeft wel te maken om zijn hoofd en zijn hals uit te strekken. In plaats van mooi naar beneden te vragen. En dit vindt hij heel moeilijk. En eigenlijk wil ik hem hier vragen of hij meer op de loodlijn blijft. En dat hij meer zijn hals leert aanspannen. Maar ook eigenlijk tegelijkertijd leert ontspannen. Dit vindt hij gewoon heel moeilijk. Dat hij strekt hij zijn hals meer naar voren. Nou, hier zien jullie dat ik een paar passies ga wijken. En dat moet ook van de fysio, moest ik ook het wijken meenemen. Dus dat doe ik dan. En dit doet hij gewoon al super netjes. En uiteraard pakken we hem ook gewoon naar deze kant, zodat ik naar de camera toe ga. Zoals jullie kunnen zien loop ik een beetje voor Stanley en dan begeleid ik hem eigenlijk de pasjes mee opzij. En hier neem ik hem ook weer een paar pasjes wijkend opzij. Ik moet ervoor waken dat hij niet over zijn buitenschouder heen valt. Maar dit doet hij eigenlijk best wel heel netjes. En hier pak ik een paar pasjes de schouder binnenwaarts. Hij blijft wel mooi op 3 sporen, maar dan gaat hij net iets buiten de hoefslag. Maar voor de rest doet hij hem eigenlijk best wel netjes. En daarna pak ik meestal de travers. En de travers is een hele fijne lengtebuiging.
Ik heb hier ook een videootje over gemaakt, ik zal het even in het i'tje neerzetten. En vervolgens draai ik een kleine foltertje om hem weer mee te nemen met zijn schouder binnenwaarts. Deze moet mooi op 3 sporen. Pakken we ook nog de andere kant, de travers. Pak die mooi op 4 sporen. Hij heeft misschien iets te veel lengtebuik in, maar op zich vind ik dat niet zo heel erg. Je ziet ook dat ik hem daarna wat meer herstel en dat hij iets minder lengtebuik pakt. En vervolgens draai ik weer een foltertje. En neem ik hem daar weer mee in de schouder binnenwaarts. Maar eigenlijk doe ik dit wel vaker zo. Dan pak ik eerst de wand travers en dan de schouder binnenwaarts. En dan draai ik een volte. En dan loop ik zo weer terug naar de camera. Nou, hier gaan we naar de achterwaarts. Stanley moet hier eerst in stretchen en daarna moet hij zijn hals laag houden. En vervolgens moet hij zijn bekken gaan kantelen en zijn buikspieren gaan aanspannen en dan achterwaarts gaan. Nou, dit vond Stanley altijd heel moeilijk. Het liefst gooit hij zijn hoofd omhoog en drukt hij zijn rug weg en wil hij niet kantelen en wil hij dan achterwaarts. Maar hij leert nu steeds beter dat hij ook gewoon met een lagere halshouding ook achterwaarts kan. Nou, nu pakken we even de andere kant. En wat ik heel knap vind op het laatste moment, die het stemming heel voorwaarts met mij mee naar voren gaat. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik even wat met Stanley getraind. Nu gaat hij even lekker eten en dan ga ik zo Max pakken en dan ga ik zo meteen nog les geven. Nou, Stanley is lekker aan het eten. Hè, kerel? Ja. Nou, dit aapje heeft lekker eten gehad. Nou, de paarden zijn gedaan. Max heeft zijn eten gehad. Ik heb dat niet echt gefilmd, want was ik vergeten mijn camera bij te pakken. Maar nu ga ik naar de lesklant. Want ik ga lesgeven en dan ga ik naar huis. En dan zie ik jullie morgen weer. Nou, het is vandaag zondag. En ik ga vandaag met de paarden trailerladen oefenen. Heel misschien met Max een stukje. Ook dat we de weg op gaan met het trailer. Dan moet ik even kijken hoe die doet. Vorige keer bouwde die wat spanning op. Toen we de kleppen dicht gingen doen. En nu gaan we gewoon kijken hoe die het vandaag aanbiedt. En daar aan de hand van gaan we misschien ook een klein stukje de weg op. Hoi Maxi! Gaan wij trailerladen oefenen? Hey! Ben je er klaar voor? Ja? Oké, ik kom eraan. Ja, nee, dat niet. Dat... Nou, ook van het trailerladen doe ik even een voice-over omdat mijn kamer op andere geluiden oppikt. Nou, Max was in het begin moest hij een beetje twijfelen. Maar uiteindelijk liep hij er zo doorheen. Nou, dat doe ik altijd de eerste keer, dan pak ik gewoon de voorlader ermee. Nu loop ik alleen maar even door de trailer. Nou, we hadden dit 2 keer zo geoefend en nu zien jullie dat ik de 3e keer weer met Max de trailer inloop. Dan heb ik zijn voerbak en dan zien jullie dat we ook de stang erachter dicht doen. En
wat heel leuk is, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar Max gaat uiteindelijk aan het hooi net, van het hooi net eten. En dit deed hij voorheen niet. Dan vond hij alleen zijn diks, of tenminste zijn andere voer lekkerder. En had hij geen interesse in het hooi net. Dat had hij nu dan wel. Dus het is alleen maar heel erg fijn. Hier zien jullie dat beeldmateriaal op de voorkant. En dan kan je ook duidelijker zien dat Max, naast dat hij in zijn voerbak duikt, dat hij ook graag van het hooi net wil eten. Dat is alleen maar heel erg fijn. En dit is de laatste keer dat we met Max oefenen voor vandaag. De stang gaat er weer achter, zoals jullie kunnen zien. En vervolgens doen we ook de voorstang. Het grappige is, Stanley die moet de stang een gaatje naar beneden. En Max is al zo erg goed om een stukje groter te stemmen. Dat we hem de stang een gaatje omhoog moeten. En zoals je ziet, zie je Max ook lekker eten. Dus hij deed het echt super goed. Daar ben ik ook heel erg trots op. En nadat Max wat gegeten heeft, doen we de klep naar beneden, de achterklep. Want ik vind het ook belangrijk dat Max leert dat hij ook achterwaartse trailen af kan. Want stel je zit in een noodsituatie en je moet onverwachts een andere trailen hebben. Dat hij ook weet wat achterwaarts van de trailer is. Nou, uiteraard hebben we ook met Stanley geoefend en Stanley liep behoorlijk vol te trailen op. Stanley heeft vroeger wat late problemen gehad. En dan hier ga ik ook weer aan de voorkant eruit. Dan zie je zo meteen weer dat ik Stanley weer gaat laden. En je ziet echt dat hij lekker voorwaarts erin gaat lopen. Dat, ja, daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. Nou, ook met Stanley heb ik voorklep dicht gedaan en meegenomen. Hier ook zie je dat hij heel goed meeloopt. En dat was vroeger wel anders, dus met heel veel liefde en geduld is het me toch gelukt dat hij zo lekker vlotjes de trailer oploopt. Nou, Stanley heb ook even lekker zijn eten in de trailer gehad. Daarna heb ik hem weer uitgehaald en Stanley weer terug in de editief gezet. Dus dit was mijn video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe eventueel een duimpje omhoog. Vergeet niet op abonneren te klikken als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei doei!